We zijn weer in Zwolle voor het restant van PEC Zwolle tegen FC Groningen. U kijkt naar de Fred Patrick tribune vanavond. Prima weertje, ziet er goed uit, dan wil je voetbal spelen. Maar dit was diezelfde tribune afgelopen woensdagavond. Onveilig door onweer. Onveilig en onprettig voor de supporters, maar zeker ook onveilig en onprettig voor de spelers op het veld. En dus werd de wedstrijd gestaakt. Vandaag gaan we dus het restant spelen, maar er vielen wel 3 goals en die blijven gewoon tellen. Ook deze van Kai Sierhuis, prachtig doelpunt, nog mooier voorbereid door Lits Doan. Beginfase was voor Groningen, maar Zwolle was in de tweede helft de betere. En deze voorzet van Paal leidt tot de goal van Lennart Tien. Zo was het kort na rust 1-1. Maar de gelijke stand duurde niet lang, want Groningen komt op voorsprong. Steekpaas van Manizovic en heel mooi en ook wel een beetje typerend afgemaakt door Paul Gladon. En zo is het 2-1 en hebben we nog 34 minuten te spelen. En eigenlijk lijkt alles op een normale wedstrijd. De bus van Groningen komt gewoon 1,5 uur van tevoren. We zagen Gladon, het Sierhuis. We zien Ron Jans met een big smile. Waarom ook niet, want hoe vaak begin je een wedstrijd met een 2-1 voorsprong? Nou, niet zo vaak natuurlijk. De spelers komen het veld op voor 34 minuten, waarin misschien wel net zoveel gebeurt als normale 90 minuten. Veel plezier met de eerste helft van PEC Groningen. Martijn. Ja, de eerste en de enige helft, hè. Want het is in alle opzichten toch een bijzondere aangelegenheid, dit. 34 minuten plus waarschijnlijk een beetje blessuretijd. We beginnen met dezelfde 22 spelers als die het veld verlieten. Toen scheidsrechter, die ook hetzelfde is, Martin van der Kerkhof, zei: we kunnen niet verder met al dat onweer. Dat betekent weer Boer, Ezibue, Latschman, Van Polen, Paul Hamer, Clement, Namli, Van Krooi, Tie en Van Duinen. Bij Zwolle, dat dus ook met een 2-1 achterstand aan deze wedstrijd begint. Dat is wel zo eerlijk. Toch dik 400 meegereisde fans uit Groningen, die ook een passend spandoek hebben bedacht voor de gelegenheid. Doorgaan waar we gebleven zijn. Ik vraag me af, als ze achter hadden gestaan, of ze dan hetzelfde spandoek hadden meegenomen. Ik denk het niet. Wel dezelfde spelers dus, met Pat, Zevenhuyck, De Wierik, Chabot en Handwerker achterin. Bruns, Memisevic en Bella Sani. En dan Doan, als dat hetzelfde gaat zijn als afgelopen woensdag, achter de spitsen Gladon en Sierhuis. Die dus allebei een keer trefzeker waren. Waar die het doelpunt van Zwolle maakte. Dat goed uit de startblokken kwam in die tweede helft afgelopen woensdag. Maar dat doelpunt precies op het goede moment viel voor Groningen. Want vlak daarna werd de wedstrijd dus onderbroken. Nu gaat hij verder. 34 minuten voor PEC om een minimaal een gelijkspel te bewerkstelligen. Dat gelijkspel zou ook betekenen dat ze officieel veilig zijn. En Groningen wil natuurlijk die overwinning binnenslepen. En weet dat het met een overwinning over Willem II heen gaat. En op 2 punten komt van de nummer 7, Vitesse. En hij zei: het maakt mij allemaal niet zoveel uit, Danny Buijs, als we die 3 punten maar meenemen. Van Polen. Van Duinen is hem kwijt. Doan. Latschman. En Ezibue. Tweede Eredivisie-duel dit seizoen. Dat werd gestaakt na Feyenoord-VVV. Je weet nog wel, met die lichtmast na een dikke minuut. Goeie bal dit. En Van Krooi, uitstekend verdedigd ook. Uiteindelijk heeft Pat hem. Handwerker zat daar als laatste tussen. En dat was heel nuttig. Het paasje is fraai. Want die komt Van Krooi net niet uit. Sierhuis. Prima gedaan door Namli. Maar die is hem uiteindelijk wel kwijt. Doan is er vandoor.
En Doan wordt aangetikt op de rand van de 16. En daar is dan de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die zal zijn voor Pelle Clement. Die daar Doan even lichtjes aantikt, maar hem daardoor wel uit balans brengt. Voor het handwerken met links. Bruns en Boer. Ziet hem op tijd komen. Is Groningen de eerste wissel voorbereid. Van Duinen. Sterk gedaan. Van Duinen. En daar was de eerste kans van deel 2 van deze wedstrijd voor Zwolle. Mimoun Mahi dus voor een minuut of 20. Nou was het een kort dienstje voor Kai Sierhuis. Mahi was afgelopen woensdag niet 100% fit. Dus een paar dagen extra had om nog wat fitter te worden. Zo'n voorzet eindigde dus op het hoofd van die van Duinen. Hamer ziet Paul. Dat is een goede bal. Net niet de controle bij Kenneth Paul. En bovendien een doeltrap van Groningen. Paal. Overtreding Doan. Eigenlijk heeft PEC Zwolle niets te verliezen. Want de kans dat de Graafschap, de enige ploeg die ze nog bij kan halen van de onderste drie, het verschil in doelsaldo gaat goed maken, is klein. Dit is een goede bal! En daar is de gelijkmaker van Bram van Polen. De man die de slemiel was in die wedstrijd vorige week zaterdag bij Vitesse, maakt het nu enigszins goed. Toen werd hij telkens geklopt bij spelervatting en nu scoort hij zelf uit deze vrije trap. Staat behoorlijk vrij bij de eerste paal. En tikt hem handig langs Sergio Pat. Na die fijne trap van Gustavo Hamer. 2-2. Het zou een tikje zijn voor de ploeg van Buijs. Zeker in de wetenschap dat je dus aan dit laatste gedeelte begint met een voorsprong. Is het ineens 1 tegen 1? Met 3 van Zwolle tegen 3 van Groningen. Nu komt er wel versterking voor Groningen, maar is daar alsnog de goal. En buigt Zwolle in het restant van deze wedstrijd de zaken helemaal om. Het lijkt net geen buitenspel te zijn van Van Krooi. En dan keurig binnengeschoten. Van 2-1 achter naar 3-2 voor. In 25 minuten tijd. Chabot, Bellassani en Van den Berg. Bellassani. Aardige poging. En Boer vindt dat Groningen daar te veel tijd kreeg in de persoon van Ilias Bellassani om uit te halen.
Groningen uit alle macht probeert die gelijkmaker te forceren. En nu in ieder geval een vrije trap krijgt van Krooi Geel. Het zijn de laatste seconden van dit tweeluik tussen Zwolle en Groningen. Als ook Pat mee naar voren is. Elan Koeri. Pat. Ja, die heeft hem nog altijd. Mahi. Daar was hij nog bijna. Het fluitsignaal is daar. Van de Kerkhof. Grote vreugde bij PEC Zwolle. Dat in 34 minuten en een beetje tijd. Die 2-1 achterstand wist om te buigen. Dankzij de schlemiel van de wedstrijd tegen Vitesse. Zo gaf hij zelf ook toe, Bram van Polen. En Lennart T. wederom. Pat probeert uit alle macht die bal nog bij een ploeggenoot te krijgen. Dat wordt uiteindelijk Mahi. En die bal stuitert net naast het doel van Boer. Zo loopt Groningen hier averij op in de strijd om de play-offs. En mogen we stiekem concluderen dat PEC Zwolle het beste met deze situatie is omgegaan. Want zij scoorde 2 keer in 34 minuten tijd.